Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers. Heel goedenavond, welkom bij FC Rijnmond op deze maandagavond. We zijn er met Jan Eversen, tegenwoordig gewoon weer trainer bij BVCB. Je kan het niet laten. Dennis van Issel is er en Emiel Schelvis. Opnieuw op de valreep en opnieuw door Robin van Persie houdt Feyenoord de aansluiting met Ajax en PSV. 2-1 overwinning gisteren in de Kuip tegen Vitesse. Hoe vond je Feyenoord, Jan? Nou, niet best. Nee. Ja, het wordt vervelend om iedere keer weer te zeggen, weet je wel, want... Je hoopt dat ze eens een keer zo goed spelen dat je zit te genieten. Maar ik heb niet genoten gisteren. Geen kans gehad de eerste helft. Ja, het was heel triest. En vooral de passing was heel slordig. Ze begrijpen elkaar vaak niet. Weet je, Klaas een keer een bal spelen. En er stonden er twee. Die ging langs twee spelers bij de keeper in zand. En stonden allebei te kijken. Wat wil je nou eigenlijk? Maar ja, dat gebeurt te veel, vind ik, voor een club als Feyenoord. Uiteindelijk is Dennis Robin van Persie natuurlijk weer de man of the match. We gaan het uitgebreid over hem hebben. Maar eerst het laatste nieuws, want hij krijgt na die geweldige vrije trap rood. En inmiddels is de schorsing bekend. Ja, tenminste, schikkingsvoorstel is gedaan. Hè. Twee duel schorsing plus één voorwaardelijk. Als hij daar niet mee akkoord gaat, misschien is dat inmiddels al een feit. Dan komt er een tuchtzaak. Waarschijnlijk komende donderdag al. En dan komt er opnieuw een strafwijs. Nee, gaan we dat hele riedeltje volgen. Als hij wel akkoord gaat, mist hij Willem II uit en PEC Zwolle thuis. Ja, hij heeft gisteren al aangekondigd niet akkoord te zullen gaan. Met wat er ook komt, zou hij het wel moeten doen. En daarmee zeker ervan te zijn dat hij Ajax uit kan halen. Ja, dat weet ik niet. Ik moet heel eerlijk zeggen dat als hij er zo van overtuigd is dat hij niet een dermate zware overtreding heeft gemaakt die deze straf rechtvaardigt, dan gaat hij denk ik wel in beroep. Want Robin, een klein beetje kennende, heeft hij ook nog wel een soort van eerlijkheidsgevoel voor zichzelf. Vond je dat terecht rood? Ja, ik vond het wel terecht rood. Ik vond dat hij wel het risico nam. Ik probeer altijd, want het is natuurlijk een hele discussie, we hadden het er net ook nog heel even over met die VAR. Wanneer is er nou de waardering, laat maar zeggen, van bovenaf die het bepaalt? Moet die man nog een keer gaan kijken aan de zijkant? Dat blijft moeilijk. Maar ik probeer op de eerste instinct, wat we altijd hebben gedaan, af te gaan. Dan zie ik hem eigenlijk te gevaarlijk een actie inzetten met het risico iemand te blesseren. Maar dat is die nuance die mij zo bezighoudt. Het risico inderdaad. Maar je ziet toch aan alles. Bij Bruns trouwens in eerste instantie ook. Je ziet het ook bij Van Persie. Ja, ze hebben niet de intentie om die speler heel hard te raken en te blesseren. Het is gewoon pech. Nee, maar het moment dat Van Persie doet, dat vind ik wel erg dom zo laat in de wedstrijd. Je staat 2-1 voor. De wedstrijd is eigenlijk gespeeld. Ja, maar hij wil hem eroverheen trekken, Jan. Hij heeft het net de winnende gemaakt. Hij wil alles in het werk stellen om die wedstrijd te winnen. Hij komt van achteren en dan kan je been wel niet gestrekt zijn. Maar met een gebogen been kan het ook heel vervelend zijn, hoor. Maar je zag hoe het tot stand kwam. Het kwam tot stand na de zoveelste dramatische actie van Berghuis. Waardoor die bal daar ineens tussen viel en hij het idee had... Er zat misschien ook nog een vleugje irritatie bij. Dan kun je zeggen, ja, Berghuis en Van Persie kunnen elkaar zo goed vinden in het veld. En dat is geweldig om dat te zien, die twee creatieve geesten. Maar wat Berghuis gisteren heeft laten zien, dat grenst aan het ongelooflijke, als je het moet hebben op het gebied van slechte instelling. De eerste vijf duels laat hij gewoon zomaar lopen. Hij moet, omdat Van Persie eigenlijk op 10 speelt achter Vente. Hij en de andere kant hadden ze notabene een speciaal Toornstra voor neergezet. Moet je gaan werken, want je moet ervoor zorgen dat Van Persie niet dat verdedigende werk als middenvelder hoeft te doen. Maar hij doet het gewoon niet. Hij loopt daar gewoon te lantefanten. Ik vind het echt ongelooflijk dat wordt getolereerd. Het gaat ook niet alleen over die intentie dan. Hè? Dat heb je ook bij eerdere soortgelijke dingen gezien. Ik moet heel erg denken aan Joris van Overeen eerder dit seizoen. Bij FC Utrecht. Is hij voor de tuchtcommissie gekomen. Dat was dezelfde eis als nu met Van Persie. Ze is wel teruggebracht naar één duel plus één voorwaardelijk. Dat zou best eens met Van Persie nu ook kunnen gebeuren. Ze hebben toen nog een prima huisadvocaat. Ja, zeker. Ja, die heeft al meerdere wonders teruggedraaid. Dat is alweer even geleden, Jan. Joris van Bentum, hebben we het inderdaad Van Persie over. Wordt het een Mission Impossible voor Feyenoord. Bij Ajax bedoel je, of bedoel je dan ook Willem II uit en PEC thuis? Ja, maar Van Persie is zo ongelooflijk belangrijk. Alle creativiteit komt bij hem vandaan. Alle gevaarlijke situaties komen bij hem vandaan. En het is altijd zo verschil dat hij op het laatst scoort. Ja. En de rest loopt niet over van persoonlijkheid, omdat dus eventjes... beter pakken van, nou, we zullen eens laten zien dat we die Van Persie niet missen. Daar ben ik niet zo heel erg gerust op, eerlijk gezegd. We gaan dus naar de reactie gisteravond in de Kuip. Om te beginnen Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij reageert met name op die toch zeer matige eerste helft gisteren tegen Vitesse. We starten de wedstrijd totaal niet zoals we moeten.
Ik denk dat we naar achteren worden gedrongen door Vitesse. En uiteindelijk de momenten hebben laten liggen om achterin 1-op-1 te spelen en wat eerder druk te geven. Wat we in de tweede helft veel beter doen. Misschien ook een beetje vertrouwen in de ploeg om dat te doen. Maar uiteindelijk heeft dat, dat verschil in de tweede helft heeft ons uiteindelijk de wedstrijd opgeleverd. Maar dat de tweede helft een stuk beter was van mijn kant, mijn ploeg dan ik denk dat dat een understatement is. Dan komt het moment met Tim Matafs, emotioneel moment ook voor jou, met oog denk ik ook wat er in Alkmaar nog gebeurd is. Hè. Je kan er niets aan doen, maar het is vreselijk voor een collega, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Ik was in shock, want ik heb niks gemerkt dat hij geblesseerd was. En ik heb voor de bal geraakt en toen ik zag, was ik echt in shock. Maar ik heb al met hun teamgenoten gesproken en ik hoop dat hij heel snel fit ben. En ik voel echt van mijn hart dat zo'n vreselijke blessure met hen is gebeurd. Ja, Vitesse aanvaller Tim Matafs die gisteren zijn onderbeen brak en het bot ging hij echt met tranen in zijn ogen op het veld stond. Hè? Ja, en daar wilde ik nog wat over zeggen, want wat mij opviel, ik weet niet of dat jou ook opviel Dennis, maar ze lieten hem aan zijn lot over. Vermeer stond al heel lang te gebaren van... Alleen Matas, maar dus Vermeer die zei van stoppen, maar ja. Dat duurde al lang. Maar Botteguin had, toen hij het door had, stond daar bijna te janken op het veld. En op het laatst zag ik Van de Heide een klein beetje... Jongens, je mag ook je eigen ploeggenoot wel eventjes. Af en toe denk ik echt, horen ze wel bij elkaar? Is het wel een team eigenlijk? Want dan hoor je hem toch te steunen. Botteguin speelde trouwens een uitstekende wedstrijd. Ja. Was misschien wel... Nou, met Van Persie samen de beste Feyenoorder. In alle opzichten, alle duels winnen. Gescoord. Ook weer strak durven inpassen. Beslissend bij de gelijkmaker. Dus weet je, mijn god, steun die. Dan moet je hem ook steunen. Het is dramatisch voor Matas. Maar hij kon er niks aan doen, Botteguin. En hij was in tranen op het veld. Ja, dan moet je elkaar helpen. Kom op. Ja. Zonder allemaal zo te kijken. Nou lopen er ook niet veel psychotherapeuten bij Feyenoord, denk ik, in het eerste. Nee, maar je helpt toch je ploeggenoot, Jan, als er iets gebeurt, of niet? Je bent toch met z'n allen? Ik denk dat zij maar niet weten wat ze ermee aan moeten. Ja, of hadden de ernst van de zaken ook niet in de gaten. Dat kan natuurlijk ook, hè? Nou, ja. Het was grote paniek bij Vitesse. En die gasten met die brancard, die stormden echt het veld in. Ja. En wat Vermeer allemaal riep, dat was heel duidelijk. Van, het moet echt komen, het is echt enorm ernstig, riep hij. Over Vermeer gesproken, daar komen nu ook wat vragen over binnen. Nu wij ook live te zien zijn op het Facebook-account van RTV Rijnmond Sport. Monique en Johan, die vragen zich hardop af. Jan, moet Vermeer niet blijven staan als doelman van Feyenoord? Ja, maar... Ik vind dat Bijlo het prima heeft gedaan al die tijd. Hij is nu geblesseerd. En ik dacht dat hij de voorkeur kreeg boven Vermeer. En nou keeper Vermeer 1 wedstrijd. En ja, of hij dan even moet blijven staan. Ik vind dat de keeper die er stond, moet je vertrouwen geven. Dat heeft hij gekregen van Bronckhorst. En ja, dat is de keeper voor de toekomst. Hoe is het met Bijlo? Ja, knieklachten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe ernstig dat dan is. Wordt nu nog even rustig bekeken of Willem II dan op tijd gaat komen. Het komt wel echt op een ongelukkig moment ook voor hem. Hè. Zit ik gelijk te bedenken met die voorselectie voor het Nederlands elftal. Misschien was hij sowieso wel al de afvaller geweest van het groepje keepers erbij. Maar ja, blessure komt altijd op een ongelukkig moment. Maar... Het had eventueel gekund. Het vocht was dat hij had kunnen spelen. Ja, ja, het vocht klopt, was dus dermate... Maar ja, als je dan toch een goede tweede keeper hebt en heeft Feyenoord, dan moet je geen risico nemen. Nee. Goed, laten we nog even doorgaan met het noemen van wat namen in de Feyenoord selectie. Bijvoorbeeld Emiel Dylan Vente, 3 doelpunten tegen Gemert in de beker, gisteren in de spits mogen staan. Wat is de indruk die je so far van hem kan maken? Nou, de indruk is dat Dylan Vente gewoon een jaar bij Excelsior moet spelen. Dat is mijn indruk. Gewoon... Nee, dat is een mening. De indruk is. Maar dat is wat mijn anders. Indruk, omdat dat is zijn niveau op dit moment. En als hij wil groeien naar een spits, zoals ze dat vroeger ooit in een formule hebben gedaan met Buffel en met Klaasje en met Salomon Kalou, die kwamen ook allemaal uit de jeugd van Feyenoord. Die hebben geen podium meer om te spelen. Dus zo'n Dylan Vente zou heel erg gebaat zijn geweest bij een jaar bij Excelsior. Excelsior zocht een spits. En ik weet wel, die samenwerking, dat kan allemaal niet meer, want Excelsior wil ook liefst op eigen benen staan. Maar dan kan je nog gewoon een huurovereenkomst maken, toch? Ja. Nou ja, en eigenlijk vond ik dat ook al voor Justin Bijlo. En eigenlijk vind ik dat eigenlijk ook voor nog wel een... Ik had ook liever Geertruida links in het centrale blok willen staan in plaats van Matthijs. Ja, volgens mij had het nog steeds geweldig gewerkt, hoor. Tussen Excelsior en Feyenoord. Maar goed, blijkbaar kan het niet meer. Ik weet niet waarom, maar goed, het kan niet. Maar goed, Vente, dan Toornstra. Gisteren gelegenheid links buiten. Nou, hebben we dat wel eens eerder gezien, hè, bij Feyenoord. In die bekerfinale deed hij dat. Zal die proef nu nooit meer voorkomen, denk je, na gisteren? Nou ja... Het is een volkomen... Kijk, speelt hij aan de rechterkant, kan hij nog iets meer, weet je wel. Dan komt hij vaak voor zijn goede been uit.
Nou, sta je op een kant waar je het is zoeken, weet je wel. Was die Larsson nou echt zwaar? Kon toch ook nog wel spelen? Of niet? Nou, vrijdag heeft hij voor het eerst pas getraind in die week. En toen is zaterdag toch besloten het risico verder niet te willen nemen. Maar je kan ook El Hankouri, die het trouwens ook goed deed tegen Gemert. Ik weet wel, dat is een hoofdklasser. Maar die zou je natuurlijk ook gewoon neer kunnen zetten, hè? Ja, ze hebben die sinisteren. Hebben ze geen 5 miljoen voor betaald? Is dat sinisteren of niet? Nee, El Hankouri had ik over. Ja, die hebben ze ook nog, natuurlijk. Ja, vind ik ook te licht. Dat vind ik dezelfde categorie als Vente. Hey, wat Emiel zegt. Kijk, zo'n jongen is te licht voor Feyenoord 1 op dit moment. En dan laat je hem iedere keer meedoen. En hij werkt zijn 3 slagen in de ronde. Ja, maar je merkt gewoon dat hij echt kwaliteit tekort komt. Die moet eerst op dit niveau eens veel wedstrijden spelen. Ja. En dan nog moet je je afvragen, gaat hij dat niveau halen? Nou ja, ik vraag me dat dus op een gegeven moment af. Gisteren, Dennis, na ongeveer een uur spelen. Dan komt Jurgensen in de spits, Van Persie erachter. Larsson staat dan linksbuiten. Is dat dan op dat moment het beste Feyenoord dat er te bieden is? Het stond op dat moment wel wat logischer, vind ik, dan hoe het in de eerste helft in ieder geval stond bij Feyenoord. Want dit is wel, het blijft wel het kommetje waarin Feyenoord altijd speelt. Hè? Waarbij ik wel langer het gevoel heb van, moet je qua positiespel niet een keer ook wat anders proberen. Want dit zien we al heel veel jaren en uiteindelijk rendeert het toch niet echt naar ieders tevreden. Maar uiteindelijk stond het allemaal wel wat logischer dan in de eerste helft. Je zag dat mensen toch wat minder aan het zoeken waren. Mede daardoor, het is opportun om te zeggen, alleen maar daardoor door de wissel met Larsson, maar mede daardoor buigt Feyenoord uiteindelijk wel nog om. Het zou zoveel logischer zijn, maar goed. Ook dat is weer iets wat een speler dan weer niet wil. Berghuis gewoon aan de linkerkant hè, ja. En Toornstra aan de rechterkant zou natuurlijk veel logischer zijn. Dan kan je ook nog wel eens van helft wisselen of van kant wisselen. Maar ja, kijk, Toornstra is bedacht ooit natuurlijk om Kuyt te laten renderen. Als in Italië noemen ze dat een trequartista. Oftewel iemand die tussen de aanval, de pure aanval en het middenveld inspeelt. Dus hij moet zakken bij balverlies, zodat je daar een extra middenvelder hebt. En Kuyt toen in dat geval, zijn blaasje kon hebben. Nu Van Persie. Dus op zich zit daar wel een gedachte achter. Alleen ja, toen had je wel Vilena en El Amadi erachter staan. En die konden wel even lopen met z'n tweeën. Vilena is, heb ik de indruk, al een tijdje klaar met Feyenoord. Nou, het is aardig dat je het zegt, want jij was net al kritisch op Berghuis. Nou, ik zie bij ons op de Facebookpagina dat die kritiek gedeeld wordt. Maar ik zie ook dat Kevin bijvoorbeeld noemt Vilena gisteren een blind paard. Nou ja, er is altijd al iets aan te merken geweest op zijn balverplaatsing. Hè? Om even voorzichtig te zeggen. Zijn instelling is altijd buitengewoon goed geweest. En hij is fysiek enorm sterk. Kan hij veel meer compenseren. Zeker toen hij zijn maatje El Amadi naast zich had. Was dat echt wel een tandem met mes tussen de tanden. Maar nu, ik zie hem constant naar het midden trekken. Er is Feyenoord speelt nooit meer naar linkshalf. Hij loopt bijna altijd in de midden. Ik zie hem ook heel vaak aan de rechterkant. Dus ja, de balans die hij eigenlijk samen met Klaasje moet bewaken. Nou, dat gaat hem niet goed af. Maar dus, even over die Berghuis. Wie bepaalt nou waar hij speelt? Dat is toch Van Bronckhorst, of niet? Als Van Bronckhorst zegt, ik wil je aan de linkerkant, heb ik je harder nodig en Toornstra op rechts. Dan kan Berghuis een hoop willen. Want het is zo voorspelbaar als de pers met die Berghuis wat hij doet. Ja, maar hij schiet hem wel binnen. Hij wordt wel afgekeurd, maar hij schiet hem wel op die manier à la Robben binnen. Hij zal er misschien wel 10 maken in een seizoen, maar vanaf de rechterkant zal hij er niet heel veel voorbereiden. Ja, dat klopt. Maar ik snap het wel, als je met al je vleugelaanvallers eigenlijk het probleem hebt met heel weinig rendement. En je hebt er dan eentje vorig seizoen die dan nog enigszins rendeert met Berghuis. Dat je die dan in ieder geval op die plek rendeert wel voor zichzelf. Ja. Maar je kan ook een Tadić bij Twente had 22 assisten. Die liet een spits renderen en dat gebeurt bij Berghuis niet. Ja, dus dan kan je zeggen, nou, in belang van team ga je gewoon linksbuiten spelen. En jij zorgt dat je de achterlijn haalt. En die ballen moeten gewoon voor de kool komen. Wat hebben en de mensen toe wissel je met Toornstra. Ja, als je denkt, van daar kan die back daar onder druk zetten en dat past goed bij jou. Ja, maar in belang van het elftal, weet dat, dan moet je dat gewoon doen. Linksboot op links. Het is een teamsport, het is geen individuele sport. Goed man, we gaan het wat betreft Feyenoord langzaam afsluiten. Overigens, jullie komen ook allemaal in het stadion. Ik sprak gisteren en vandaag ook mensen die erbij waren. En dan merk je toch wel de teneur en het gemor bij Feyenoord supporters wordt echt wel steeds heviger. Hè? Feyenoord kan derde staan, gelijk hoogte met Ajax. Maar wat zo erg was, het was doodstil in de kamer. Ja, maar dat is ook op al weken. Op het allerlaatste moment na, toen werd er natuurlijk wel gefloten, omdat het een hele slechte eerste helft was. Maar het was dood en doodstil. Ja. Ja, en dat vond ik echt, misschien dat die hele discussie over het stadion nog wel doorhelden. In de tweede helft kwam die beleving kwam er wel meer in. Met drie hoekschoppen naar elkaar. Het is altijd een wisselwerking. En richting de goede vakken, waar altijd de sfeer vandaan komt. Toen begon er wat, Supporters weten eigenlijk nu al, na 7 wedstrijden, dat je niet mee gaat draaien. Want ik ken ook een heleboel Feyenoord supporters. Nou, en die zijn vaak zo negatief. Weet je, ik ben kritisch, jij bent kritisch. We zijn allemaal kritisch naar Feyenoord. Dat moet ook, want het wil een topploeg, moet het zijn. En dan moet je kritisch blijven.
Maar supporters, ja, die hebben er helemaal geen vertrouwen in over dit seizoen. Is echt vreselijk als je dat hoort. Is er wel vertrouwen dat Feyenoord door zal gaan in het KNVB-bekertoernooi? Als er voor de derde keer op rij in een bekertoernooi gaat worden gespeeld tegen ADO Den Haag? Dat doen ze voor jou, hè, Bart? Nou ja, niet helemaal. Ja, Lex Immers vertrouwt het niet, hè? Die stuurt er ook al een tweetje uit. Van, ja? Ja, voor de derde keer op rij, dat kan allemaal geen toeval meer zijn. Lex Immers moet maar een keer naar de kapper gaan. Zit ze haar niet goed die, gaat ongetwijfeld gaan ze door tegen ADO Den Haag. He, dat is weer een thuiswedstrijd. Nou, ze loten een hele moeilijke uitwedstrijd bij Gemert. Dat is echt... Finale was ook uit, hè? De finale. Ja. Maar mocht ze wel eigen kleedkamer zitten? Die beker, kijk, ik zal heel eerlijk zeggen... die beker interesseert me helemaal geen ene reet, eerlijk gezegd. Nee? Waarom niet? Is toch een prijs? Om één ding. Nee, joh, dat is een prijs, joh, scheid er gaat. Want de Johan Cruijffschaal is ook een prijs. Ja. Dat zijn troostprijzen. Nee, het gaat om één prijs, dat is de titel. Dat is de enige prijs. Ja, dat is de enige die echt want telt. Want in Engeland is de FA Cup ook niet meer zo belangrijk als vroeger. Weet je, daar bleef je er allemaal thuis voor. Gingen zitten kijken op Wembley. Dat was een bijzonderheid. Ja, natuurlijk. En nu kijk ik nog geen eens meer. En dat is in Nederland is dat bekertoernooi nooit serieus genomen door niemand. Ik weet er nog als speler, moest je uit naar Heerenveen of zo, speelde toen nog Eerste Divisie. Nou, weet je wel, dan zat je 3 uur in de bus, weet je, want die bussen mochten niet harder dan 80. En dat duurde allemaal jezus lang. En dan zat je daar zo en dan was altijd 15 graden kouder in dat Heerenveen. En ik was blij dat je naar huis ging, weet je, dat was de beker. Denk ik. En nu met al die amateurclubs, hartstikke leuk, joh, wegwezen, alleen betaald, korte beker en dan kijk je. Dat is meer het League Cup model. Ik vind het gewoon een troost, als ze hem nou weer winnen, weet je wel, dan moeten ze de KNVB zeggen, nou jongens, jullie hebben hem 3 keer gewonnen. Mogen houden. Je houdt hem nu. We spelen niet meer. En we spelen gewoon geen beker meer. Onze vaste gast Jan Evers zit iets wat in de overdrijfstand ja. Op dit moment, waarvoor hartelijke dank. Maar ik wil snel met de heren hier aan tafel door over Excelsior. Want dat won voor de tweede keer dit seizoen. Dankzij die IJslander Omarsson. Hij maakte de winnaar tegen VVV en hij maakte hem mooi. Goeie ook gelijk dan, hè? Ja, solo begint hij vanaf zijn eigen helft. Ja. Met links stikt hij hem langs de tegenstander op snelheid erlangs. En daarna nog een kapbeweging. Echt uitstekende goal. Dus als dit de opmaat is voor wat we vaker van hem gaan zien, graag. En Excelsior, heel slim, hè? Niet die tweede maken. Nee, precies, want dan gaat het vaak fout. Dan komt het goed. En dus zal Adi Poldervaart ook wel opgelucht zijn geweest de zaterdagavond, dat Excelsior een keer geen voorsprong weggaf. Nee hoor, er viel niks van. Nou, ik weet wat we kunnen, ik weet hoe we voetballen. Ik ben gewoon blij dat we gewonnen hebben. En dat hebben we nagelaten in die 2 wedstrijden hiervoor. He, want dan ziet de wereld er heel anders uit. Nou, dat hebben we niet gedaan, onze eigen schuld. Dus dan moet je weer extra hard werken om te zorgen dat je die punten die je al had... Ja, je hebt ze nooit, je moet scheidsrecht afsluiten, maar je begrijpt wat ik bedoel. Die je dacht te hebben misschien, ja, moet je zorgen dat je weer punten gaat krijgen. Nou, dat hebben we dus nu vandaag gedaan. Dus een super overwinning voor iedereen die Excelsior een warm hart toedraagt. Ja, hij mag niet meer zo vaak worden als liepen ze te klootzakken. Echt Rotterdams trainersjargon. Want volgens mij is hij daar een beetje... Hij wilde het weer bijna in zijn mond nemen toen hij vooraf aan de wedstrijd tegen Fox werd geïnterviewd. Toen zag hij hem echt zo van, nee, dat zal ik niet meer zeggen. Maar we gaan het toch niet aan die Poldervaart zichzelf laten zijn? Kom op, hé. Je kunt op je mijl gaan of op je bek. Of, weet je, snap het, er zit altijd wel een nuance in. En dat hebben ze hem volgens mij van bij Excelsior toch een heel klein beetje... Wel hebben ze hem dat wel verteld. Hoe vind je dat Excelsior speelt onder Poldervaart? Even over wat die persconferentie. Ik kijk er al niet meer naar. Maar kijk je er wel naar, Jan? Nou, ik kijk nog wel naar. BVCB. Ik volg Feyenoord eigenlijk altijd. Ajax altijd. Weet je, dat vind ik dan leuk om te zien. PSV niet, daar heb ik niks mee. Maar... Die staan bovenaan. Als die persconferenties zijn natuurlijk een crime, hè? Want dat is echt een tijd omdat je even naar de wc gaat. Even een cappuccinootje klaarmaken en een macootje. En dan ben je klaar. Maar allemaal maken ze er eenheidsworsten van. Net zoals, laat die Adrie toch lekker een beetje ouwe hoeren, joh, weet je wel? Op Rotterdams, ja. Ja, ja. En waarom? Laat hij zichzelf blijven. Waarom willen we nou weer, heet dat zo praten de pop van de Thunderbirds van maken, weet je wel? Maar Jan, is het nou een goede trainer of niet? Is het nou een goede trainer of niet? Hoe vind je dat hij Excelsior laat voetballen? Ik vind dat hij het uitstekend doet en hij heeft het ook bij de amateurs uitstekend gedaan. Ja. Kijk, hij heeft een lange carrière bij de amateurs gehad. En al die clubs waar hij gewerkt heeft, zijn tevreden over hem. Ja. En dat is wel een goed teken, weet je wel zo. Nou, maakt hij de stap moeilijk, want hij heeft 25 jaar die gasten geloof ik lopen masseren, lopen kraken. En dan moet je ineens voor de groep staan. Mm. Ja. Nou, 7 gespeeld, 9. Nou, dat teken je toch allemaal voor? Absoluut. Niet? Ali Messaoud, hoeveel heeft hij aan zijn broek gekregen? Tweede wel, Excelsior akkoord gaan. 2 plus 1. Messaoud. Ja, 2 plus 1. Was ook wel rood. Hij was zelf een beetje verbolgen, maar dat was natuurlijk gewoon een rode kaart. Het was 3 plus 1 volgens mij. Ja. Ali Messaoud. Nee. 2 plus 1. Hetzelfde als Van Persie. Ja. Dat is ridicuul. Want dit was echt een aanslag.
Ik bedoel, veel hoger gegeven benen, veel groter. Nou ja, dat heeft, we hebben Joris van Bendem heeft al een Kees nu. Je hebt Joris van Overeem erbij gehaald. Ja. Je kan zo de straf, maar alleen al de strafmaat kan je aanvechten. Want dan zeg je van, hoezo? Toch? Ja. En wat trouwens wel leuk is, dat Excelsior zich toch van een andere tactiek bediende op het laatst. Want het is natuurlijk drie keer die ellende gehad met 2 doelpunten voor en het niet over de streep trekken. Ja. Ze gingen echt ook een beetje fysiek echt gigantisch erin. Matthij maakte een behoorlijke overtreding. Even zijn been staan. Nou, Ali Mesut. Dus met andere woorden, er is daar toch wel iets veranderd. Er is toch een beetje over mijn leek. Terecht, want dat mist je bijvoorbeeld bij Willem II uit. Mist je dat echt inderdaad. Halfbakken ingrijpen van Matthijs bij sommige situaties. Ik weet niet of het terecht is. Het gaat er toch om dat je zowel in dat aanvallende spel de nuance moet vinden, maar ook in verdedigend je keihard opstellen, moet je toch ook slim zijn. Als je zo... Ik vraag me af hoeveel spelers daar Oksel Fris uit de voorschijn zijn gekomen. Kolwijk ook niet, Matthij niet. Dus dan ga je ook wel een grens over, ook met betrekking tot je eigen gezondheid. Dat deze vorig jaar, weet je, die wedstrijd AZ uit. Ja, wonnen ze. 2-0 en toen liepen ze ook te pikkelen, weet je. Dat is prima. Dat is prima. Nou, geweldig man. Ja. Weet je, die trokken echt die wedstrijd over. Over de bal heen, Jan. Of net een duel gaan waarbij je zelf ook slachtoffer kan worden. Dat vind ik nou niet zo heel bij de hand. Dan maar over de bal heen. Ja, dat kon jij ook vroeger goed. Ik wil met jullie nog eventjes naar de Rijnmond-derby van afgelopen vrijdagavond in de eerste divisie tussen Sparta en FC Dordrecht. Zwaar bevochten overwinning voor Sparta van 3-2. Daardoor staat de Sparta met 4 ploegen gedeeld aan kop in die keukenkampioen-divisie. En Royston Drenthe maakte weer een mooie goal. Is hij een beetje de Van Persie van die hij bij Feyenoord is? Is Drenthe bij Sparta? Met andere woorden, zonder hem is het niet veel. Je moet geen beelden naast elkaar leggen van die twee. Want dan is Van Persie toch wel de betere speler. Wel, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Kijk, hij is natuurlijk, die jongen heeft op een niveau gespeeld waar geen ene speler van Sparta heeft gespeeld. Nee. Dus het kan best zijn als de jongen erbij loopt, waar wat vertrouwen geeft, weet je, aan die andere spelers. Het is natuurlijk altijd wel een winnaar geweest. Het is nou de echt een hele sierlijke speler geweest. Maar het is een sterke jongen. Powerhouse. Power, ja. Het is power is het. Hè? Interessant is natuurlijk, waar gaat die speler komen? De vraag tegen Go Ahead. En gaat die speler weer aan die linkerkant? Of wordt het definitieve Royston Robben? Waar we natuurlijk de tweede helft hebben gezien. Dat hij al die acties vanaf de rechterkant ging maken. Naar binnen toe. Want ze hebben Henk heeft het natuurlijk, Vrees heeft het helemaal omgegooid. Hij heeft in 3 systemen in 1 wedstrijd gespeeld. Later zei hij wel, spelers hadden het eerst zelf niet helemaal begrepen. En de tweede helft speelde ook al een tijd 4-3-3. Nou, volgens mij was het 4-2-3-1. Maar goed, er werd behoorlijk gewisseld en er was behoorlijk veel onvrede. Want Dordrecht was de eerste helft gewoon heer en meester. Ja, als ze zo blijven spelen de rest van dit seizoen, dan gaan ze echt geen laatste worden, FC Dordrecht. Nee, maar ze hadden het volledig, Gerard Noyder had heel goed zijn huiswerk gemaakt. Die zorgde ervoor dat zij met 5 achterin speelden op het moment dat Sparta ging aanvallen. Maar op het moment dat ze de bal hadden, meteen de diepe bal spelen en 2 spitsen die uitweken, had Sparta geen antwoord op met die 3 verdedigers. Laatste nieuws trouwens, Dennis, nog even bij Sparta dat vandaag is bekend geworden. De voorzitter, Rob Westerhof, heeft besloten 1 januari te vertrekken. Waarom? Omdat hij het ook tijd vindt dat er inmiddels een jongere generatie of de generatie na hem, dat die het over gaat nemen. Hij heeft dat ook een flink aantal jaren inmiddels gedaan. Dus. Maar is hij niet door de hoe noem je dat, 7e kolonne, 5e, ik weet het nooit, in ieder geval de achterban langzaam zo naar de uitgang gebonjourd, Rob Westerhof? Nou, wat denk je wat ik moet zeggen? Geef jij maar gewoon een antwoord op deze vraag, Emiel. Ja, ik zei het voor de wedstrijd tegen Emmen dat de tijd gekomen was om op te stappen. En dat vond ik en dat vind ik nog steeds, omdat die man heeft gewoon geen leiding gegeven aan het voetbalbedrijf Sparta. En dat heeft ook allerlei redenen. Misschien ook inderdaad de leeftijd of niet meer het helemaal kunnen opbrengen of heel veel zakelijke beslommeringen nog hebben, hoe dan ook. Er is zoveel misgegaan bij Sparta op dat terrein. En misschien dat ze nu de zaken wat duidelijker voor elkaar hebben. Wat overigens nog niet wil zeggen dat er niet nog het een en ander moet veranderen. Want Henk van Steen bijvoorbeeld is nog steeds maar technisch manager. Niet technisch directeur, wat een hoop mensen denken. Hmm. Als hij echt die zaken verder moet kunnen hervormen, zal hij toch ook wat meer bevoegdheden moeten krijgen. We moeten het voor nu wat betreft dit gedeelte even afsluiten. Maar niet voordat ik verteld heb, nu wij hier bij elkaar zitten, dat het laatste nieuws wat betreft Robin van Persie is dat hij niet akkoord gaat met het schikkingsvoorstel. Donderdag volgt er in Zeist dan een zaak. Daarover dus later meer. Jan Eversen, Dennis van Eersel en Emiel Schelvis, wel bedankt voor de komst. En wij sluiten dit betaald voetbalblok dus nu af. Maar dan gaan we nu kijken naar de overige sporten in de regio. Maar zometeen wel een mooie amateurvoetbalclash van afgelopen zaterdag tussen een Maassluisse club en een Maaslandse club. Ja, dat is natuurlijk een echte burenruzie waar we zo eens naar gaan kijken. Maar eerst eens kijken naar de eerste Formule 1-coureur die Rotterdam heeft voortgebracht. Hij is al een tijdje gestopt, Robert Doornbos. Hij krijgt in Ahoy zijn eigen autosportevenement.
Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos krijgt zijn eigen Grand Prix. Op 14 oktober in Ahoy is er een gratis autosportevenement dat de naam draagt van de geboren Rotterdammer. Doornbos werd benaderd door de stichting Rotterdamse Sporticonen, die bekende sporters eert en zich in wil zetten voor de jeugd in de regio. Hele eer, en het is ook niet iets dat ik ooit had bedacht dat dat zou gebeuren. Zeker niet nu het helemaal hot is dat Formule 1 naar Nederland komt. Het heeft overigens niks mee te maken. Dit is echt puur een Rotterdamse event, in leven geroepen door Rotterdamse Sporticonen. Ik ben daardoor geselecteerd als de icoon van Rotterdam op autosportgebied. Natuurlijk een heel trots ambassadeur. Ik kijk er heel erg naar uit. Ter promotie van de Robert Doornbos Grand Prix wordt op het circuit van de TT in Assen een reclame opgenomen. Kijk maar vooruit. Heel goed. Boos kijken. Heel goed. Ja. De opnames vormen ook wat afleiding voor Doornbos, die met zijn gezin zware tijden doormaakt. Bij zijn 3-jarige dochter Jada werd kanker geconstateerd. Een tumor op haar nier is inmiddels succesvol verwijderd. Maar vanwege uitzaaiingen zit het gezin nog volop in de molen van chemotherapie en ziekenhuisbezoeken. Het is zwaar thuis. Ik kan niet zeggen dat het de ene dag gaat het goed, de andere dag gaat minder goed. Dus het is een zware wedstrijd. Ik zeg altijd, het is de zwaarste wedstrijd van mijn leven in ieder geval. Maar ik ben vastberaden om te gaan winnen, samen met Jada. En met de mama en met de broertje die onlangs, Josh, ons gezin heeft verwelkomd. En daar wordt zij ook heel blij van. Heel veel blijven kijken. Hou je armen over elkaar. Okay. Wij reizen natuurlijk al heel veel, ook toen Jada heel klein was. Dat gaat nu niet meer. Dus onze een bijzonder uitje is al naar een dierentuin gaan. Of nog kleiner zelfs, even de eendjes eten geven als ze geen mensen mag zien vanwege de behandelingen. Dus het is je prioriteiten anders stellen en go with the flow. We zitten gewoon in een hele heftige achtbaan en voorlopig zitten we daar nog wel in. Dus wij zeggen altijd samen sterk. We hebben allemaal een bandje daarvoor en dat verbindt ons. Het leven van het gezin Doornbos staat dus flink op zijn kop. De zorg om zijn eigen dochter heeft Doornbos er alleen maar bewuster van gemaakt hoe mooi het kan zijn om iets voor de jeugd te betekenen. Zo bezien is de Robert Doornbos Grand Prix een ideaal evenement. Het is dus een complete dag. Het is zondag, 14 oktober. Als je om een uurtje of 10 beginnen we. We hebben 3 verschillende categorieën trapautootjes. Waarvan Porsche natuurlijk de stoerste is om te zien. We hebben de familie Coronels. Die komen met een Dakar-beest die ze af en toe even kunnen starten. De racemonsters. De blekenmolens nemen Lamborghinis en McLarens mee. Kortom, genoeg. En ook voor de meisjes. Als de meisjes denken van we willen niet in een raceauto zitten. Hebben we Disney-figuren rondlopen. En ze kunnen zich opmaken. En weet ik het. Het is voor iedereen wat. Yeah. Heel goed, heel goed. Ik wacht tot hij stopt met zo. Heel goed. Het is Maasland tegen Maassluis. Dat speelt al jaren, ook al jaren als je naar de wedstrijden kijkt die ervoor gespeeld zijn, nu weer. Ja, weet je, het is een paar jaar wachten geweest op deze derby, maar hij is er eindelijk weer. En het is gewoon die strijd Maasland-Maassluis en dat is zo tof om mee te maken. Houdt de schoenen verboden? Houdt de schoenen verboden? Natuurlijk, hier niet. Hier zijn geen klompen aanwezig vandaag. Wat maakt die rivaliteit zo mooi tussen VDL en MVV? Ja, het is gewoon Maasland en Maassluis. Ja, dat zijn gewoon altijd wel twee dorpjes geweest die altijd wel tegen elkaar in de strijd opzoeken, zeg maar. En ja, vandaag gaat VDL hier niet weg zonder de overwinning. Ja, je hebt hier bij VDL de Blue White Army. Een beetje een grap daarmee hebben we bij MVV 27 een aantal jaren geleden, toen VDL MVV voor het eerst op het programma stond, de Red White Farmers gestart bij MVV 27. Een aantal ludieke acties ook op ons genomen. Dat laat zien hoe belangrijk die wedstrijd is, hoe het leeft bij zowel in Maassluis als in Maasland. En daar draait het om, hè? Maasland tegen Maassluis. En Maasland zal hopelijk gaan winnen. Ik verwacht een wedstrijd waarin eigenlijk de meeste mensen, de meeste spelers al allemaal op scherp staan. Maar je ziet ook aan die kopjes dat ze goed gefocust zijn, allemaal met de wedstrijd bezig zijn. En dat naast dat de middag tussen de supporters gewoon gigantisch gezellig gaat worden, dat er op het veld ook het vuurwerk ervan afspat. Het is geen mooie wedstrijd, het is echt een derby. Ik had ook in de kleedkamer al gezegd met rust,
van jongens, let op, het gaat beslist worden in de laatste kwartier. Ik ga wat mensen wisselen, ik ga wat snelheid brengen en we pakken ze. Het gebeurt. En ja, geweldig doelpunt, wat je zegt. We waren los. Het was opeens helemaal los. Ik zie alleen één optie, gewoon vol met de vreef, gewoon in de verre hoek naar de kruising in. Ja. Dan win je 3-0. Met zoveel publiek erbij. En dan gewoon zo juichen met z'n allen naar die kant van VDL toe. Nou, mooie kant. En zo won Maasland dus van Maassluis. Tot zover de sport voor nu. Vrijdag is er weer een nieuwe uitzending van FC Rijnmond. De wedstrijden van Sparta en FC Dordrecht in de eerste divisie zijn vrijdagavond live te volgen bij ons op de radio. Dat geldt ook voor Excelsior op zaterdagavond en Feyenoord natuurlijk op zondagmiddag. We sluiten af met de man in vorm bij Sparta, Royston Drenthe. Wij worden altijd blij van zijn blije gezicht. Goedenavond. Ik vroeg me af of je een nieuw computerspel had gekocht. Hoezo? Ik zag u beginnen met scharen en bewegingen en ik dacht, ja, die heeft iets nieuws gezien ergens. Nou, volgens mij heb je dan niet goed op mijn carrière gelet als je dan... Ik zag dingen, je nam zelfs jezelf in de maling. Wanneer dan? Ik was zo kwijt. Kwijt? Maar de schaar is altijd wel een sterk wapen van mij geweest. Sowieso, hè, de kapper ging ook volgens mij toch mee zelf. Daarom, je kent het, de schaar is belangrijk in mijn leven. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers.